volledig op prijs stellen als we zouden kunnen voorkomen dat die op welke wijze dan ook voor verbeurdverklaring in aanmerking zouden komen. De geschatte waarde is 15 gulden. Wat stelt u voor? Dan staat die jongen dus bij u in het krijt. Op basis van mijn huidige loon zou mijn faillissement zeker 1,5 jaar gaan duren. Het werd een ellendige tijd. Met slechts 1 lichtpuntje. Goedenavond. Goedenavond, juffrouw. U moet niet al te hard werken. U ziet er niet al te best uit. Het is wel goed als u studeert, maar u moet maat houden. Hoe weet u dat ik studeer? Dat weten we hier toch allemaal? U leest boeken. Ja, dat klopt. Ik heb daar nu alleen weinig tijd voor. Waar bent u mee bezig? De pleitnota. En u? Ik vertaal een contract voor meneer Stroomkoning. In het Frans. Ja, is uw kamer naar genoegen? Jawel. Ik ben er best tevreden mee. Mag ik hem eens zien? Niet nu hoor, straks als we klaar zijn. Die hing er al. Kan dit niet open? Oh, eerlijk gezegd. Nog nooit geprobeerd. Een eigen dakterras. U woont hier niet slecht. En u? Waar woont u? Ik woon nog thuis bij mijn ouders. In Zuid. Kent u de Groene Zoom? Ik heb ook lang bij mijn moeder gewoond. Maar nu wil ik op mezelf. Heeft u nog meer familie? Ik heet naar mijn moeder. Ik ben haar enige kind. Dat wil zeggen, ze heeft nog iemand op kamers en een vriend van me. Die ziet ze ook een beetje als haar zoon. Het is een communist. We hebben daar pittige discussies over. Wie? U en hij of u en uw moeder? Hij en ik. Mijn moeder zegt nooit zoveel. Het is heel goed als mensen stil met elkaar kunnen zijn. Heeft u geen hoogtevrees? Het is al laat. Op 1 februari 1924 was mijn schuld afbetaald. En ik nam mijn moeder en Jan mee uit om het te vieren. Ik was van Dreverhaven af, maar ik voelde me allerminst tevreden. Complete bedrag. Inclusief rente, inclusief kosten, volledig en stipt ingelost in 12 gelijke termijnen. Uitzonderlijk. Uitzonderlijk. Daar drink ik op. Op jou, Jacob Willem. Omdat jij uitzonderlijk bent.
Morgenochtend, om 8:00 precies, wordt uw woning ontruimd. In naam der wet. Daar heb je het recht niet toe! Daar heb je het recht niet toe! Ik wil opnieuw een lening bij je afsluiten. Want ik heb geld nodig. Hoeveel? 2000 gulden. Morgenochtend om 9:00 op de bank. U wilde opnieuw een lening afsluiten? U was eindelijk van hem af. U was vrij. U hoefde nooit meer iets met hem te maken te hebben. En vervolgens gaat u naar hem toe en begint u weer van voren naar aan. Ik wilde hem uitdagen. Ik wilde van hem winnen. Meneer, er is een advocaat voor u en de lijkschouwer wil u even spreken. Meneer Catadreuven, die strijdbare aard, die heeft u van uw moeder, wist u dat? Ja. Die bevalling van de, dat was ook zo'n gevecht. Schuwaar. Ik herinner me dat ze deed aan een merkwaardige casus van Contactio. Alsof ze met al geweld wilde tegenhouden. U zegt dat u Drevenhaal opnieuw benaderde omdat u van hem wilde winnen. Dat kan ik begrijpen. Maar hebt u enig idee waarom Drevenhaven op uw voorstel inging? Drevenhaven hoefde niet te winnen. Die had al gewonnen. Al meerdere malen. Dus wat denkt u dat Drevenhaven wilde? Ik dacht eerst dat het puur zakelijk was. De volgende ochtend leende hij me het hele bedrag in één keer. De rente viel mee. 8%. Maar er was één uitdrukkelijke voorwaarde. U begrijpt dat meneer Drevenhaven deze lening op ieder gewenst moment terug kan vorderen. U bedoelt dat wij morgen of volgende maand of over 3 jaar op elk willekeurig moment het hele bedrag onmiddellijk terug kunnen eisen of u dat nou uitkomt of niet. Akkoord. Weet u dat heel zeker? De vertrag? Het contract. De handtekening? De onderschrijving? Die Unterschrift. Die Unterschrift. Ondanks Drevenhavens voorwaarden voelde ik me zeker van mijn zaak. Met zijn geld nam ik privélessen en 2 jaar lang besteed ik ongehinderd al mijn tijd aan de studie. Het is niet de waarheid die telt. Voor de wet telt niet de waarheid. Maar het bewijs. Maar dat wat bewezen kan worden. Veritas. Veritatis, veritati, veritatis. Vous passerez votre examen très prochainement, jeune homme. Le plus tôt est le mieux, madame. Le plus tôt sera le mieux. Au revoir. À bientôt, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame, monsieur. Juffrouw de George. Ik zie dat u weggaat, maar ik vroeg mij af of u misschien een moment zou hebben om mij de bibliotheek van meneer Stroomkoning te laten zien. Gaat uw gang. Mooi.